Wat zei je? Je ziet er vrolijker uit de volgende week. Oh. Een 0-3 overwinning op Sarto. Ik denk dat je blij was met de eerste helft ten opzichte van vorige week tegen Erp. Ja, zeker. Ik denk dat je gewoon een hele goede eerste helft speelt met heel veel energie. Heel veel aanvallen gezien. Restverdeling stond goed. Konden constant druk ophouden. Dus ik denk dat je gewoon een hele goede eerste helft speelt, ja. Ja, dat sowieso. We hoorden bij Sarto dat ze normaal gesproken op het kunstgrasveld spelen. En dat dit pas de tweede keer was dat ze op het echte gras speelden. We zagen een aantal spelers ook moeite hebben de eerste 10 minuten. Wij creëerden eigenlijk ook de eerste 10 minuten niks, totdat die eerste goal erin ploft. Hadden de spelers inderdaad even moeite om te wennen aan het veld? Nou, ik heb dat niet zo ervaren. Ik vond dat wij het eigenlijk gelijk juist wel goed deden. En volgens mij viel die al na 8 minuten zelfs, de eerste. Dus ik denk dat we het alleen maar goed gedaan hebben. Dus, ja. Vorige week zagen we Vincent van Hoofd scoren met het hoofd. Ditmaal met een vrije trap. Dat beheerst hij ook goed. Ja, en op het laatst ging er nog eentje net naast. Dus dat wisten we wel, dat hij een goede vrije trap heeft. En ja, daarmee heb je een extra wapen. Dus dat is wel lekker. Ja, na de 0-2 is er op een gegeven moment een fase waarin we eigenlijk de 0-3 kunnen maken. We zien een aantal misschien verkeerde keuzes vlak voordat het eindstation passeert. Zag je dat ook? Ja, nou ja, je speelt constant rondom de 16 en in de 16. En dan probeer je met kort combinatiespel daar doorheen te komen. Een aantal keren ook over de zijkanten. En dan moet je ook een beetje geluk hebben hoe die valt. Maar weet je dwingt dat wel constant af. En daar ben ik hartstikke tevreden over. En zo valt ook natuurlijk de 0-3 van Moes. Hè. Aanval opzetten, inspelen, doorbewegen. Rust bewaren voor de goal. Ja, dat vond ik een fantastische goal. Ja, RBC was druk in de weer. We hoorden een aantal spelers ook van Sarto. Ik weet niet of je het ook aan de kant hoorde. Maar die heel erg moe waren na 35 minuten. Ja, nou ook daar hebben we het over gehad. Van, als wij de druk ophouden in hoog tempo. Dan hebben we al eerder een aantal wedstrijden gehad. Dat de tegenstander dan moeite heeft om het tempo bij te benen. En ook conditioneel. Dus ja, weet je, dat is een compliment aan de jongens en de trainingsarbeid die ze altijd leveren. Ja, dat zeker. De tweede helft, daar scoren we eigenlijk niet in. Er wordt ook niet heel veel kans gecreëerd. Was het ook gewoon uitspelen? Nee, want eigenlijk had ik heel graag nog de vierde en de vijfde willen maken. En daar hebben we het ook in de rust over gehad. Een beetje over het Sparta 25 scenario, dat je 0-4 leidt en de tweede helft een beetje dood bloeden. En we hebben juist wel nu geprobeerd om veel energie te spelen en aan te vallen. Alleen ik vond dat Sarto gewoon beter stond en meer in de duels kwam. En ook veller speelde, veller prest. Dus in plaats van te shocken in het verdedigen, dat ze echt kwamen aansprinten om ons niet te laten voetballen en in het duel te komen. En dat deden zij vooral beter, vond ik. En wij hebben daar wel geprobeerd, maar de tweede helft was gewoon een stuk moeilijker voor ons. En dan kwam wel het veld daar wel in meespelen. Ja, echte kansen hebben we niet echt weggegeven. Eén hele grote kans die alleen voor Roy de Weert kwam, die pakt hij goed. Ja, Roy bleef heel lang staan. En ik telde hem eigenlijk al, maar hij kon net nog zijn handje er tegen zetten. Dus die pakt hij goed. Ja. Ik denk dat wij misschien nog één of twee kansen hadden hebben de tweede helft. Maar niet extreem veel of zo. Nee. We zagen net Perry Beekens voorbij lopen, de aanvoerder. Hij kon niet spelen. Hoe erg is zijn blessure? Ja, wat ik volgens mij van de week al aangaf, hè, ik verwacht dat hij dinsdag weer op het trainingsveld staat. En ik vond hem vrij soepel lopen. Dus hij was vrolijk. Ik vond het, hij had te veel last, dus dan houdt het op. Ja, we spraken net ook Matthias de Ley, die verwacht dinsdag ook weer op de training te komen. Dat is wel de planning inderdaad, ja dat klopt. Dus ja, dat is mooi. Afgelopen vrijdag was het in de kring. Je hebt niet gewonnen daar. Hoe vervelend is dat? Nou, ik heb een keer eerder gewonnen. Een vorige ploeg van met Cluzona destijds. En dat is dan wel leuk. En ik til er niet zo zwaar aan, laat ik het zo zeggen. Het is niet helemaal dat ze al die spelers hebben verloren. Want een aantal spelers hebben wel gewonnen. Die ook bij Kroeven spelen. Groot compliment naar hun in ieder geval. En aan de club natuurlijk. Nee, we hebben ze ook gefeliciteerd. En Asim die stond op het podium. En die was aardig aanwezig. En Annie kwam er even bij, dus dat was leuk om te zien. En alle gelukswensen naar ZVV Kroeven. Dus. Ja. Volgende week, zaterdag speelt WNC het zondag Emplina. Neemt de K-koorts al een beetje toe? De K-koorts, nou vergis ik me niet meer hoor, met die K van jou. Je weet op zaterdag eigenlijk al wat er zondag kan gebeuren, hè, met de WNC. Maar in Plina heb ik niet zo heel goed gekeken naar de punten. Maar ik begreep net van Shape, een assistent, dat als Emplina gewoon zijn werk doet, dat we nog geen kampioen kunnen worden. Nee, de hoofdstad van Den Bosch moet het dan maar gebeuren.
Ja, dan mogen we daarheen. Hè? Ja, we gaan het zien waar het is. Daar zit nog Jens Dam tussen. Dus, Die is wel heel belangrijk, hè? Daar hebben we ook nog wat te halen. En daarmee hebben we een hele mooie uitdaging. Dus dat gaan we zien. Maar eerst herstellen van deze. En genieten van de overwinning. En dan gaan we toewerken naar EFC thuis. Dankjewel. Ja, jullie ook bedankt.